is op, man. Yes, indeed. Nosotros staan in Valencia. Kom erbij. Je hoeft verder niet gaan. We zijn in Valencia. Valencia is mooi, man. Weet je dat? Ik ben hier een aantal dagen geweest en wauw, toch? Wauw. Maar er zijn dus een aantal dingen in Valencia dat moet je doen. Dat kan je niet missen. En er is zelfs iets dat ik denk, hè? Maar ik ga nu eerst even foto's maken. Jullie gaan naar de intro en daarna hebben we het er wel over. Weet je, hier in Valencia is veel kunst. Weet je wat mooi is van kunst? Het ziet er mooi uit. Kijk dit, leuk, palmbomen, boogjes. Het ziet er mooi uit. Iedereen komt er staan, maakt foto's. Maar eerlijk, wat is het eigenlijk? Daar is roods. Iedereen gaat erin lopen, maken foto's, lezen wat. Huh? Misschien moet je informeren wat het is. Ja, ik kom zo terug. Ja, misschien moet ik ook wel informeren wat. Dit is echt bizar smooth wat ik jullie nu ga laten zien. Boom! Kijk, gekke gebouwen, blauw water. Hemisferiek, ja? Mooi, smooth. Kijk aan die kant. Super smooth. Grote gebouwen. Ik heb gelezen, deze mensen zijn geïnspireerd dus door sharks. Via een bepaalde hoek een foto maakt, dan zie je duidelijk sharks. Ik weet niet of het de voorkant of de achterkant of niets is. Maar het is super smooth. Ziet er vet uit, maar... Dus, aangekomen bij Old Town. Old Town. Oh, wil je even zien? Ik ga je heel snel laten zien. Old Town. Old Town, Valencia. Ik ga hier mijn Instagram foto maken. En daarna gaan we het hebben over datgene waar ik het daadwerkelijk over wil hebben. Ja? Yeah? Kom. Hallo, daar zijn wij weer. Gisteren wou ik dus sexy doen voor Instagram. Wat kwam ik later achter dat de accu van mijn camera leeg was. Helaas. Maar dat neemt niet weg dat we alsnog door kunnen gaan met het volgende. Kijk, daar gaan ze weer. Man, man, man. Valencia. Vol. Vol. Met zulke dingen. Step, scooter, 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 step, scooter, step, 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 scooter, step. Oh, ja. Ik was bijna dood. Oh my god. Ik dacht echt. Ik weet niet of ik er een hekel aan heb of ik het haat. Want ze maken me jaloers. Want waarom kunnen zij dat hier wel en wij in Nederland niet? Vandaag fietsen we door een soort drooggelegde meer, denk ik. Ik denk dat het een drooggelegde meer was. Uiteraard heb ik het natuurlijk niet eerst uitgezocht voordat ik er iets over ging zeggen op beeld. Wat nu gewoon een park is van 600 kilometer. Zo voelt het met de fiets. Ik denk dat het 4-5 kilometer is. Kijk eens wat we hier in het park ook hebben. Ik ben ineens in Mexico beland met softbal. Check, 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 check. Oye chico, kom eta. Hier, Chicago Cubs. Twijfel niet allemaal mannen in het park. Chicago Cubs. En weet je wat het vervelende is aan die scooters slash steps? Zij denken hier wel echt de regels uit te maken. Overal, nieuw, snelheid, nieuw, ting, 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 nieuw. Chico, payaso. Dus nu moet ik als fietser uit Amsterdam rekening houden met mensen. Terwijl als je uit Amsterdam komt, houden mensen rekening met jou als fietser, maar hier niet. Hier maken zij alle regels uit. Hier doen zij wat ze willen. Wow, 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 wow. Besef mijn multitask skills, alsjeblieft. Geef mij credits daarvoor. Zijn er bijna. Is het al? 18
Oh, kijk, dat is leuk. Stadion van Valencia, daarachter. Hier. Dat. Stadion van Valencia. Hé, dat is een groen. Todo bien. Hola. ¿Sí? Kijk, dat krijg je als je camera ergens laat staan om een beetje een b-roll te nemen. Cutscenes noemen ze dat. Maar zoals je ziet, slecht weer in Valencia. Het is niet altijd zonneschijn. Vandaag wat minder weer. Maar waar gingen we het over hebben? Oh, die steps, de scooters. Scooters hier genoemd. Steps in Nederland. Maar de vraag is, waarom als ik in Amerika ben, kan ik een step huren? Als ik in Tsjechië ben, kan ik een step huren? Gewoon op straat met de app. Als ik in Duitsland ben, kan ik een step huren gewoon op straat. Als ik in Spanje ben, zie ik ze overal rijden. Ik kan ze nu huren op straat, maar je kan ze ergens binnen bij de lokale winkels of whatever. Bike rent of step scooter rent stores. Kan je ze huren. En is het in Nederland voor ons niet mogelijk om het voor elkaar te krijgen om daar op stepjes rond te mogen rijden. Hoe kan dit? Waarom? Waar ligt dat aan? Waarom doet Nederland zo moeilijk? Ja, dat weet ik wel, want dan zeggen ze natuurlijk, het is geen officiële vervoersmiddel, we moeten kijken wat de regels ervoor zijn, hoe hard mogen ze, wel helmen op, geen helmen op, moeten ze op een fietspad, auto, bla bla bla. Figure it out, half uurtje gesprek, boom, make it happen, man. Dus, mijn laatste dag hier overigens. Ik ga even kijken wat we kunnen doen. Kom. How are you guys? Are you feeling? Everything was tremendous. It was great. Yeah. Okay guys, and there will be another 36 yeah. Yes, to pay. Yes. Okay. Guys, nothing if you thank you. If is this legal all in Spain? In Spain it's legal. The scooter? Yeah. Yes, it's legal. Yeah. Many people they don't use the helmet, okay? Yeah. But in case the police stop you, how much is it? 100 euro the ticket. 100? Yeah, 100 for no helmet. Yeah, for no helmet. Yeah. Yeah, I see it everywhere. In Amsterdam it's not it's not legal. It's forbidden. Yeah. It's not legal yet. Why? I don't know why. The Netherlands is always difficult about things. In the Netherlands everybody who's riding on it okay. is doing it illegal. We have a limit for speed, okay? What's the speed limit? 25. 25 is the maximum. Ooh, okay? I've seen people going harder than 25. I know because they I don't know in English, it cracked the yeah, yeah, the, speed. The engine. Okay? Yeah. But we usually we can't, okay? Yeah, we yeah. can't. Yes, yeah. Well, maybe thank you. Next time we maybe try next time. You, of course. Okay. Bye. Bye bye. Here. Legal. Helemaal legal. Hier en daar wat opvoeringen, maar hey, dat heb je met scooters in Nederland ook. Dus is de grote vraag, wanneer wordt het hier ook eens een keertje legaal? En even voor de duidelijkheid, ik haat dus niks in Valencia of aan Valencia. Nee, stiekem ben ik gewoon jaloers. Ja? Valencia is gewoon een super mooie stad, dus ga erheen als je de kans krijgt. Mijn advies naar jou. En voor nu heb ik nog een advies voor jou. Bunt, hit. Crush de like button, abonneer als je dat nog niet gedaan hebt en abonneer als je dat nog niet hebt gedaan.